ja, we kiezen elk jaar materiaal uit. En dit keer is het spiegels. Alleen echte spiegels waren veel te zwaar. Dus dan hebben we nou een soort van plakfolie op plastic. En dan lijkt het ook spiegeltjes en het spiegelt mooi lekker. Nou, hier nog een hoedje en een pak. En dan moet nog een broek bij. Dus we moeten echt ene grote lopende spiegel disco bal worden. En leven jullie nou ieder jaar echt helemaal naar carnaval toe? Nou, niet het hele jaar, maar het komt meestal... Als... 2 maanden van tevoren opeens komt het op als kakker dat je opeens een idee in je hoofd hebt. Ja, als het oud en nieuw geweest is, gaan we ineens met elkaar appen. Van, Zullen we dit jaar een keer vroeg beginnen? Dan kunnen we echt wat moois maken. Nou, dat gebeurt nooit. En doen ze het een beetje goed, jullie pakken? Ja, ze zijn alleen nog iets te kaal. En dat vinden wij ook het leukste eraan. Dat de bekers, dat is leuk. Ja, tegen een bekertje winnen is leuk. Maar het feit dat er dagen na de optocht nog steeds mensen naar je toe komen van... Hey, dat kostuum wat jullie hadden, dat was echt hartstikke mooi. Dat is eigenlijk wel een beetje waar we het toch voor doen. Ja, ik heb ook wel 1 keer niet meegedaan. En toen heb ik met een kater verloren zo langs de zijkant naar de optocht staan kijken. En toen had ik bedacht van dit doe ik nooit meer. Dus er iets saai is, is het gewoon staan en kijken en een kater hebben en dan niet meedoen. Kom af, kom af.